Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Fenne over snake patrol. Nou weet ik dat er een heleboel mensen zijn, het moment waarop ze het woord snake horen, dat ze al direct wegzeppen. Maar we leven nou eenmaal in het tropisch regenwoud. Dus slangen, we ontkomen er niet aan. Laten we kijken wat Fenne allemaal aan activiteiten ontplooit hier in Suriname, om de Surinaamse slangen, die ook dieren zijn, toch ook wel veilig te houden. What we need is a little Q-time. Goeiedag Fenne en welkom in Q-time. Hi, ja, wel, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, jij bent verbonden aan de organisatie Snake Patrol. Oké. Ja. Vertel ons alvast wat meer over jezelf en over wat Snake Patrol allemaal doet. Ja, ik ben Fenne. Ik ben eigenlijk 1,5 jaar geleden pas voor het eerst in Suriname gekomen. Ik heb toen vrijwilligerswerk gedaan voor een organisatie Zoo for You. En tijdens mijn vrijwilligerswerk leerde ik Dick Lok kennen. Die staat hier in Suriname ook wel bekend als de slangenman. Dus ja, ik kwam er al snel achter dat ik met hem mijn passie voor reptielen, met name slangen, dat we die deelden. Ik kwam er ook al snel achter dat die passie voor slangen in Suriname niet veel met me gedeeld werd. In Suriname maken we ze eigenlijk gewoon, denk ik, direct dood. Als het mogelijk is. Het komt vaak voor, klopt. Ja, klopt. Dus ja, ik als slangenliefhebber vond dat natuurlijk hartstikke zonde. Dus we hadden zoiets van, nou, kunnen we daar niet iets aan doen? Kunnen we niet mensen bepaalde hulp bieden, maar ook kennis bijbrengen, zodat dat op lange termijn hopelijk wat minder wordt? Dus vanuit daar is eigenlijk tussen ons de samenwerking ontstaan om een snake patrol op te zetten. Oké, maar luister, vertel me even. Hoe ben jij tot een passie voor slangen gekomen vanuit het land waar jij vandaan komt, waar er eigenlijk nauwelijks slangen voorkomen? Want wat er volgens mij voorkomt in Nederland, kom je vandaan, neem ik aan? Ja, klopt. Ja, oké. Okay. Heb je meer adders dan, denk ik, slangen, echt, zoals ze hier voorkomen? Je hebt 3 soorten slangen in Nederland, dus dat zijn er niet zoveel. Suriname zijn het er ruim 100. Dus, ja, tientallen. Inderdaad. Dus hoe met 3 verschillende soorten slangen in een land dat bijna volgebouwd is als Nederland, ontwikkel jij een passie voor slangen? Ik ben heel benieuwd. Yes. Ja, die vraag krijg ik natuurlijk heel erg vaak. Ik heb er niet echt een concreet antwoord op. Ik weet alleen dat toen ik nog jonger was en ik op vakantie ging, dat mijn vader vaak me meenam om hagedissen te zoeken en slangen. Dus hij had die passie ook wel een beetje en ik denk dat ik het van hem heb overgenomen. En ik vind het vooral gewoon heel interessant en heel mooi, omdat het hele ondergewaardeerde dieren zijn. En ja, ik vind ze gewoon ontzettend mooi en ik vind het juist leuk om die passie te hebben voor dieren, waar de meeste mensen zoiets van hebben van... Ugh. Ja, dat is je kick. Spannend. Ja. Oké, okay, nou, goed. Ja, dan ben je inderdaad in Suriname wel een beetje beter op je plek wat dat betreft. Hebt een snake patrol. Wat doen jullie precies bij snake patrol? Wij begonnen eigenlijk voornamelijk met dus ongewenste slangen bij mensen thuis weg te halen. Dus dat doen we dus nog steeds. Dus als mensen een ongewenste slang op een erf hebben, dan kunnen ze ons gewoon bellen. En we hebben momenteel een team van ongeveer 11 man. Dus wij kijken dan wie het dichtstbij in de buurt is en diegene haalt de slang dan op een veilige en verantwoorde manier weg. En vervolgens brengen we die slang als ze fit zijn, dus als ze bijvoorbeeld nog couparis hebben of ze zijn heel ondervoed, dan zorgen we eerst dat ze weer een beetje fit zijn. En dan brengen we ze terug naar het bos, waar ze dus weer in de natuur kunnen leven. En daarnaast hadden we zoiets van, nou, we willen ze niet alleen weghalen, we willen eigenlijk op lange termijn dat mensen... Ik wil niet zeggen blij, maar dat ze het niet erg vinden als er een slang op een erf zit. Want ook veel mensen weten niet dat het eigenlijk de perfecte pest control is. Ze eten natuurlijk muizen en ratten. En die kunnen juist ziektes met zich meedragen. Die maken alles in je huis kapot. Dus ja, slangen zijn eigenlijk ook gewoon perfecte ongediertebestrijders. Maar goed, om dat te realiseren moeten we dus kennis overbrengen. Ja, je verkooppraatje is niet echt aan het werken mee, maar goed. Nog niet. Misschien later. Oké. Okay. Maar we hadden zoiets van, nou, we moeten dus een beetje die gedachtegang om gaan zetten.
En dat willen we dus doen door middel van kennis. Dus we geven nu ook workshops voor kinderen, voornamelijk voor kinderen. Dus zo long term, dat ze opgroeien met de juiste ervaring en de juiste kennis. Okay. Ja. Maar ook voor volwassenen, kinderfeestjes, trainingen, lezingen. Alles wat nodig is om de juiste kennis over te geven. Ja, over te dragen aan. Doen jullie dit vrijwillig? We zijn een non-profit organisatie. Dus de slangen weghalen doen we in principe vrijwillig. We vragen wel een vrijwillige bijdrage. Gewoon om de onkosten te vergoeden. We vragen specifiek een vrijwillige bijdrage, zodat gewoon ieder kan geven wat hij wil of wat hij kwijt kan. En de workshops krijgen we wel een onkostenvergoeding voor. En daar gaat natuurlijk ook een groot gedeelte van naar de stichting. Zodat we ons werk kunnen blijven doen. Want we zijn toch afhankelijk van giften en donaties om te kunnen blijven doen wat we doen. Ja. Oké, kijk, je hebt het gehad over, jij hebt natuurlijk in je partner, Dick, een mede gepassioneerde slangenfreak gevonden. Maar je hebt het wel gehad over 11 mensen. Dus dat wil zeggen, je hebt 9 andere mensen gevonden in Suriname. Die dit ook leuk vinden samen met jou. Ja. Welke mensen zijn dat? Of zijn ze allemaal uit Holland? Dat is een grapje hoor. Allemaal, dat is gewoon om een beetje te plagen, maar goed. Nee, ze zijn allemaal Surinamers. Ja, Surinamers. Ze zijn er. Ja, zie je wel. Dus ze zijn er wel. Dus we doen het nog niet zo slecht, want het zijn er wel 9. Nee. Ik ben al heel blij met het team dat we hebben. We hopen natuurlijk op in de toekomst nog een groter team te hebben. Zodat we gewoon ook veel mensen op veel plekken hebben. Zodat dat we ook snel kunnen uitrekken. Want nu is het natuurlijk ook als iemand op ons belt, dan is het natuurlijk wel ook van, komt u zo snel mogelijk? Want dat is toch altijd wel een beetje lichte paniek. Het zou fijn zijn dat we in de toekomst wel een goed groot team hebben, zodat we meteen kunnen reageren op meldingen. Oké, hebben jullie zelf ook bij Snake Patrol de mogelijkheid om slangen te herbergen voor een enige tijd? Want je zei, jullie verzorgen ze ook weer als ze verzwakt mochten zijn. Dus dat wil zeggen dat jullie ook wel aquaria en dergelijke moeten hebben om ze te houden? Ja, we hebben enkele jongens van ons team die hebben inderdaad terrariums ter beschikking waar ze tijdelijk zouden kunnen verblijven. Maar het is niet ideaal als ik dat van verschillende teamleden verwacht. En ze hebben dus geen vaste locatie. Dus daarom zijn wij inderdaad druk bezig met het realiseren van onze snake shelter. En daarvoor heeft dus de Paramaribo Zoo heeft interesse getoond om een stukje bij de zoo beschikbaar te stellen om daar de snake shelter te kunnen bouwen. Dus we zijn nu druk bezig met projectplan en met een plattegrond en het hele ontwerp en alles erop en eraan. En daarna gaan we op zoek naar sponsoren die ons willen steunen in de bouw daarvan. En die zal dus inderdaad ook als tijdelijke opvang, maar ook echt als educatiecentrum. Dus we willen er een beetje een soort ook museumpje van maken, waar alles wat belangrijk is om te weten, maar ook zodat we daar workshops kunnen geven. Kijk, maar de Paramaribo Zoo heeft natuurlijk wel al een slangenonderkomen. Het is volgens mij niet een van hun grootste faciliteiten, maar er is wel al wat. En het is natuurlijk wel de plek bij uitstek waar je eventueel terecht zou moeten. Hoe is de samenwerking met de Zoo en hoe zien jullie die partnerschap zich manifesteren? Daar zijn we nu nog mee bezig, dus daar kan ik niet al te concrete dingetjes over zeggen. Maar ze zijn natuurlijk wel heel enthousiast over dat we dit willen doen bij ze. En wij zijn ook heel enthousiast dat zij ons de mogelijkheid daartoe geven. Dus het is nu nog eventjes samen kijken van waar het dan zou kunnen. En inderdaad onderlinge afspraken die gemaakt moeten worden. Maar ik denk dat het voor beide partijen een hele mooie aanvulling is. En inderdaad, de slangen die ze nu huidig dan hebben, die zijn in onze snake shelter van harte welkom om dan daar te verblijven. Dus jullie hebben toch wel een handenvolle activiteiten. Jullie halen de slangen weg, jullie hebben snake shelter, jullie moeten ze terugbrengen naar de plek waar ze eigenlijk thuis horen. Wel een beetje zielig voor die slangetjes die je weghaalt uit de tuin, want waar zijn dan hun maatjes en hun kinderen en hun familie. Slangen zijn een dramatisch verhaal, maar oké. Je hoeft zich geen zorgen over te maken. Slangen leven volledig alleen. Slangen hebben ook, want we horen dus ook inderdaad vaak dat als mensen babyslangetjes zien, dan zijn ze bang dat de moeder in de buurt is. Maar slangen op een enkele soort na hebben geen broedzorg. Dus zodra de kleintjes geboren zijn, is het meteen on the road. Staan ze er meteen alleen voor. Ideaal. Ja, dus
Dus daarom is er geen zorgen te maken, ze leven alleen. Geen 18-jarige verplichtingen. Oké, got it. Nee. Nee, precies. Oké, ik neem aan dat jullie te vinden zijn op social media, Fenne. Want hè? Ja. Ik bedoel, ik moet je wel weten te vinden als ik plotseling inderdaad eens lang in mijn tuin of in mijn huis zie. Dan moeten we wel, dan moet je wel heel erg snel onder de knop te vinden zijn. Ja, we hebben Facebook, Instagram, een website, WhatsApp. Okay. Dus, Snake Patrol. Ja, Snake Patrol Suriname. Snake Patrol Suriname. Oké, prima. Yes. Nou, we kijken er naar uit, naar jullie samenwerking met de Paramaribo Zoo. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja. En succes met het awareness traject van wat jullie aan het doen zijn. Ik ben persoonlijk ook geen fan van slangen, maar ik hou dit gesprek in mind. En als jullie zo ver zijn met de activiteiten, dan ondersteunen we sowieso het ook. Ah, super. Heel erg veel succes. Ja, het is inderdaad leuk om te... We zien dus nu ook vooral bij... De workshops bij volwassenen, die gaan op zich ook best wel goed. En van tevoren zijn ze inderdaad altijd zo van, ik weet het niet, ik vind het eng, ik vind het spannend. En op het einde staan ze uiteindelijk allemaal met een slang in de hand en wordt er een mooie foto gemaakt. En zeggen ze tot nu toe allemaal van, zo eng is het helemaal niet. Dus echt voor degene die ook twijfelen. Zolang je maar weer terugneemt, dan is het allemaal goed, ja. Precies, ja. En de workshops zijn gewoon laagdrempelig en we doen ook spelletjes tussendoor. En het is echt gewoon een beetje... Echt op een leuke manier kennis maken met. Dus ik nodig vooral mensen uit om dat te doen. En anders zeker ons te bellen, niet slangen te kappen of wat dan ook. Dus wij zijn er nu, dus wij helpen graag. Oké, prima, duidelijk. Heel erg veel succes. Bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja hoor, graag gedaan. Is goed, Fenne. Bye. Ja, okay. Ik heb je big Benne. Sorry, ik heb het verkeerd uitgesproken. Ik moet even... Ze lachen me uit hier. Corona. Oké, is goed, Fenne. Dankjewel. Prettige dag verder. Bye. Yes. Dankjewel. Hetzelfde. Doei. Doei. Tot zover het gezellige gesprek over slangen. Die twee dingen gaan niet echt samen, maar oké, het was nog steeds een leuk gesprek met Fenne van Essenveld van Snake Patrol om te praten over wat de activiteiten van Snake Patrol precies inhouden. Dus als u een slang op uw erf of in uw huis mocht tegenkomen, Surinamers zijn gewend aan, maak dat beest zo snel mogelijk dood. Maar misschien is er ook een andere mogelijkheid om het dier te benaderen en Snake Patrol te bellen, zodat ze hem kunnen weghalen. Of gewoon een keer een ander soort uitje. Meer willen weten over slangen die in Suriname wonen, dan is Snake Patrol de organisatie die u daarvoor nodig heeft. Dank u wel voor het kijken naar Q-Time en tot de volgende aflevering. Goeiedag.